stap voor stap turbo vervangen. Stap 1. Vraag aan de klant of er vooraf problemen waren. Ging het olielampje branden of heeft de klant misschien een paaltje geraakt? Stap 2. Controleer of de turbo defect is. Ook verstoppingen of losse slangen kunnen turbogeluiden geven. Komt er onder belasting zwarte rook uit de uitlaat? Dat kan de turbo zijn, maar ook een lek na de turbo. Stap 3. Oké, de turbo is stuk, maar ga niet gelijk over op vervanging. Kom eerst achter de oorzaak. Misschien was het te weinig smering door een lekke olieleiding of de auto heeft te laat onderhoud gehad. Stap 4. Het demonteren kan beginnen. Ververs gelijk de olie en vervang het oliefilter. En vul, als je erbij kunt, de drukleiding tussen de oliepomp en filter met verse olie. Stap 5. Controleer het onderdeelnummer. Turbo's kunnen uiterlijk identiek zijn, maar toch andere specificaties hebben. Bij twijfel, bel de leverancier. Stap 6. Werk schoon. De kleinste deeltjes kunnen een turbo al volledig ruïneren. Reinig de flensen waarop de turbo wordt aangesloten en monteer de juiste pakkingen. Gebruik nooit vloeibare pakking. Stap 7. Verwijder alle afstopdeksels van de nieuwe turbo. Vergeet zeker de plug op de olieaanvoer niet. Stap 8. Plaats de turbo op het spruitstuk of motorblok. Bevestig de uitlaat en zet vast met de juiste bouten en moeren. Monteer een nieuwe olieafvoerleiding. Stap 9. Gebruik een injectiespuit om schone motorolie in de olietoevoer van de turbo te spuiten. Monteer daarna de olietoevoerleiding. En monteer de inlaat en luchtslang aan het compressorhuis van de turbo. Stap 10. Start de motor voor 10 tot 15 seconden zonder hem te laten aanslaan. Hoe? Bij een benzinemotor via de bobines, bij een diesel via de raildruksensor of de injectoren. Stap 11. Laat de motor enkele minuten lopen en controleer op olie, lucht en uitlaatgaslekkage. Zeker bij de olieleiding komt de spiegeltje vaak goed van pas. Alles oké? Controleer dan nogmaals het oliepeil.